In het kader van de herdenking van 151 jaar Hindoestaanse immigratie heeft ook Dr. Kirti Algu een presentatie gehouden in het Lalaroek gebouw, waar ze een aantal interessante zaken naar voren heeft gebracht op die bewuste avond. Wij voeren nu naar Dr. Kirti Algu tijdens haar presentatie in het Lalaroek gebouw. De lezingen die werden gehouden in het kader van de herdenking van het 51 jaar Hindoestaanse immigratie en de avond die werd georganiseerd door het OHM in samenwerking met enkele andere organisaties. De invloed van contractarbeid op onze huidige kennisinfrastructuur, korte schetsen. Ik kwam niet zo lang geleden een kleine passage over de link tussen met name de Hindoestaanse contractarbeid en ons huidige MBI, Faculteit Medische Wetenschappen, tegen. En wat valt op, dus dat de medische school, dat de voorloper was van onze faculteit van medische wetenschappen, werd opgezet als druk van de kolonisator. Toen we op een gegeven moment contractarbeiders hier kregen, met name Hindoestaanse contractarbeiders, worden die mensen vaak ziek. En het sterftecijfer was vrij hoog, dus 17-19%. Op een gegeven moment heeft dus Groot-Brittannië, UK, toen de druk opgevoerd op Nederland om te zorgen voor betere voorzieningen. En zo werd eigenlijk dus de medische school opgezet. Dus dit komt eigenlijk uit een stuk van Grens van Katzin, die zich heel kritisch maar goed gefundeerd uitlaat over hoe gebrekkig onze kennisinfrastructuur is gegroeid in het Caribisch gebied en vooral gebaseerd is op de interesses van de koloniale elites die op dat moment de dienst uitmaken. Ik kom hierop straks terug. Een andere leuk ding van onze contractarbeid legacy is dus dat het heeft bijgedragen aan die mozaïek waar meneer Hassing gaat over had. Ik heb me vooral bezig gehouden met de religieuze diversiteit. En Suriname behoort dus tot nummer 1 in het Caribisch gebied in Latijns-Amerika met haar religieuze diversiteit. Internationaal staan we op nummer 4. Let wel, dit is gewoon dus een descriptieve maat van diversiteit. Het zegt nog niks over hoe wij ermee omgaan. Het is een ander dus verhaal voor een andere keer. Kennis voedt narratieven. Kennis voedt perspectieven op een samenleving. Het vertelt ook hoe wij naar onszelf kijken en naar elkaar. Het belangrijkste om te beseffen is dat kennis contextueel is. Mijn grootste probleem met discussies over groepsprocessen, groepsverhoudingen en etnische identificatie is dat wij eigenlijk een beetje opgezadeld zitten met een erfenis van koloniale studies, die voor een groot deel zijn uitgegaan van een, negatieve connotatie van etnische diversiteit. Ik noem hier een paar studies, waaronder die van Spekman, waar eigenlijk al vrij vroeg in de jaren 60 zijn pionierswerken, zijn belangrijke werken, en al in een heel vroeg stadium is men uitgegaan van anachronisme tussen groepen. Men is uitgegaan van tegenstellingen tussen groepen. En dat onder het mond van objectieve kennis met een survey in de hand. We hebben hier professor Menke die heel uitgebreid kan vertellen over de methodologische bias. Waarom heb ik problemen met deze studies? Niet dat ze irrelevant zijn, maar dat ze ons eigenlijk een eenzijdig beeld geven van die werkelijkheid. En dat ze doorwerken in de manier waarop wij anno 2024 nog steeds met elkaar omgaan en kijken. Ik heb zelf studies gedaan naar interreligieuze verhoudingen. Het viel me op, net als studies op buurtniveau. Het viel me op dat naast vooroordelen, die eigenlijk bijna mens-eigen zijn, die zelfs binnen families, binnen gezinnen, al op heel hoog niveau aanwezig kunnen zijn, dat die eigenlijk bestonden naast alle positieve verbindingen tussen en binnen groepen. En dat verhaal zie je dus niet in deze pionierswerken. Wij hebben dus daarom die uitdaging en de verantwoordelijkheid om in het produceren van een eigen narratief
rekening te houden met het perspectief van de koloniale documenten. Meneer Hassan, niet verwezen naar een heleboel vooroordelen. Ook die vooroordelen zijn zo sterk aanwezig in ook hele klassieke werken, waaronder dus het Rare. Zelfs niet allemaal opnoemen, de tijd gaat ook in. Maar dingen als de tegenstelling tussen Creole en Hindustan. Let wel op die laatste zin. Er is een zekere wederzijdse afkerigheid. Kijk naar mijn volgende slide. Hindustanen zijn behouden, willen niet assimileren, ze tonen geen solidariteit. Ze hebben afkeer van het zwarte ras. Ze zijn gierig en onbetrouwbaar. Hindustanen vinden Creole bazig en zijn lui. Javanen vinden niet-Javanen minder. Noem maar, er zijn een heleboel van die vooroordelen die in onze klassieke werken nog steeds worden overgenomen in vervolgstudies. Alsof er geen enkele shift in het narratief is, behalve dus de populaire opvatting dat wij hier vreedzaam met elkaar leven. Dit brengt mij dus naar het laatste punt. Wij zijn als samenleving nu op een kruispunt. Een kruispunt van een heleboel transities die we onvoldoende begrijpen. Welk narratief gaan wij volgen? Waarom is deze vraag belangrijk? Omdat narratieven het accent leggen op de kennis die beschikbaar is over zelfidentificatie en verbinding tussen groepen. Suriname behoort tot de Caribische gebied in Latijns-Amerika en die regio heeft volgens de UNDP de afgelopen 20 jaar de hoogste politieke polarisatie. En weet je waarom? Gebruik van sociale media. Sociale media heeft eigenlijk ongefundeerde sensationele berichtgeving gefilterd, helemaal tot in je hoofd toegankelijk gemaakt, waarop eigenlijk wij als kleine samenleving laat staan als kennisinfrastructuur onvoldoende op zijn voorbereid. Moeten wij, gegeven dus deze groeiende politieke polarisatie, die we overigens nog onvoldoende begrijpen, onvoldoende in kaart gebracht, tezamen met een economische crisis, tezamen met een oil and gas sector, waarvan dus al zoveel tekenen te zichtbaar zijn dat we niet voldoende capaciteit hebben om ermee om te gaan. En natuurlijk een krakkemikkige onderwijssector. Moeten we ten midden van al deze uitdagingen kiezen voor een narratief van etnocentrisme? Ik heb daar mijn twijfels over. Ik denk dat als we kijken dus naar de doorwerking van het kolonialisme en met name contractarbeid, we één ding in de gaten moeten houden. En mijn invalshoek is, laten wij kennis gebruiken als een katalysator voor verbinding. En dat we verder gaan dan alleen voor oordelen.